dan is het 9:55 en dan ga ik starten. Nou, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Annette Koolmees, of ook wel Crea Neeltje. Vernoemd naar mijn oma Neeltje, die mij die heel veel uren als dat ik toen ik kind was met mij heb doorgebracht om te leren naaien, te leren haken, te leren breien. Allerlei andere knutseldingen. Daar hield mijn oma van en vandaar dat ik mijn naam vernoemd heb naar Crea Neeltje. Het was eerst K Neeltje, creatieve activiteiten van Neeltje. Maar zo sta ik bij sommige dingen nog te boek. Maar omdat hier op Facebook was die naam al in gebruik, dus moest ik iets anders verzinnen en werd het Crea Neeltje. Vandaag gaan we de linkerkaart maken met de bloemetjes. En we gaan de rechterkaart maken. En dat is een funfold kaart. En van deze... Oh, hij gooit hem er bij mij alweer uit. Ik hoop niet dat dat bij jullie ook zo is. Dat gebeurt zo af en toe wel eens. Ik moet mezelf dan weer even opnieuw opzoeken. Dus dat duurt altijd weer even. Wil ik jullie reacties in ieder geval kunnen horen. Maar ik ben er weer. Dus van deze kaart, van de derde kaart, krijg je de beschrijving thuis. Een vraagje voor degene die mee, die de kit ook hebben gekocht. Vinden jullie het ook fijn om van een andere, moeilijkere kaart soms de beschrijving thuis te krijgen? Laat het me dan even weten. Ik kan natuurlijk altijd het filmpje terugkijken als ik ze live maak. Maar ik zat pas te denken, misschien is het ook handiger als je dan gewoon de beschrijving thuis hebt. Maar die vraag die stel ik nog wel een keertje, ook in het openbaar. We beginnen met een wat makkelijkere kaart, dat is deze. Ik laat hem even in beeld liggen. Ik zit, zoals je ziet, vandaag weer in mijn knutselschuur. Ik heb het kacheltje lekker aan, zodat ik een beetje warm blijf. Het elektrische kacheltje, zeg maar. En het is op zich al goed te doen. Ik moet liever alleen nog een beetje opruimen. Maar ik heb weer zin om hier in de schuur te gaan zitten. Laten we beginnen. Ik pak de papiertrimmer erbij. En ik pak een vel petal pink erbij. Dat is het licht roze. En ik snij ervan een standaard basiskaart. Ga ik te snel? Laat het gewoon even weten. Door een berichtje te typen. Stop. Hoef je niet zoveel te typen ook. Ik denk dat is wel handiger. En dan herhaal ik het nog een keer wat ik op dat moment zei. Dit is een A4. De lange kant aan de bovenkant. Die is 29,7. En die snij ik dan op 14,85 kom je dan uit. Dat is van de 14 ga je naar het 8e streepje. Tussen de 8 en de 9 zet je dan je papier neer. En dan reel je zo. Vind je dit lastig, kan je natuurlijk ook naar de 14,5 gaan. He, dat is net wat je zelf wil. Maar ik ben dit nu eenmaal gewend, dus ik heb er geen moeite mee. Dan gaan we de lange kant weer aan de bovenkant doen. Die is 21 centimeter. Die delen we door 2, komen we op 10,5. Let op dat je het snijmesje weg doet, want deze kant gaan we rillen. Dan is dit de basiskaart. Die vouw ik straks eventjes, eventjes met het vouwbeen. Maar ik ga nu verder met het snijden van het designpapier. Hier op de voorkant van de kaart zit dit papiertje. Met het kruisje en het stippeltje. En aan de achterkant zie je die mooie, kan ik het beter even zo houden, die mooie dahlia's. Mijn papiertjes zijn wat kleiner, omdat ik al het een en ander ervan gebruik heb. Heb jij de kit, heb je natuurlijk een groter stuk papier. Maar dat, ja, dat snap je op zich, denk ik wel. We gaan de hele voorkant, zoals je ziet, gaan we bekleden, zeg maar. Dus die is 10,5 bij 14,85. Dus die snij ik gewoon naar beneden af, want dit stuk is 15,2. En dan ga ik weer naar die 14,8. Tussen die 8 en die 9 ga ik zitten. En ik probeer een beetje mijn werkplek vrij te houden. Dan is dit de basis. Dan hebben we een stuk nodig van het pumpkin pie. Dat is het oranje.
En ook ik heb een aangebroken stuk. Maar jullie hebben een nieuwe. Als je de kit bij mij besteld hebt. En de maat voor het oranje vak is 8,5 bij 12,85. Dus 8,5. Dat is die. Bij 12,85. Dus ik snij eigenlijk zo'n beetje tot de 13. En dan ga ik weer naar die 12,8. Tussen die 8 en die 9 in zitten. En ik snij de mat. En dan hebben we als laatste. Ga ik te snel? Of is het bij te benen? Ik neem even een slokje water. Dus ik zal het even herhalen. De designmat voor op de voorkant is 10,5 bij 14,85. De kleinere oranje mat die is 8,5 bij 12,85. Oh, hier de pluisje aan. En dan pak ik nog het designpapier, het roze, lichtroze. Met, ik dacht, het lijken in eerste instantie vanuit de vette lijken het dus kleine witte stipjes. Maar dat zijn dus kleine witte bloemetjes. Ik weet niet of dat hij zich erop scherp wil stellen. Ik hou hem even een poosje zo. Maar het zijn dus echt hele kleine witte bloemetjes. En niet die stippeltjes waarop het in eerste instantie lijkt. En die mat, die snijden we 8,2. Dus die is 0,3 kleiner. Waardoor je ook een klein randje krijgt hier. Dus dat is 8,2. Dus naar de 8,2. Bij 12,55. Dus we gaan tussen de 12, tussen de 12,5 en 12,6. Kijk, nu heb ik hier zo'n raar systeem. Dus ik draai hem even om. Dus ik ga naar de 12,55. Dat houdt in dat je tussen de 12,5 en 12,6 gaat zitten. En je snijdt de mat. En dan hebben we alles voor de basis van deze kaart. Oh, is prima, geen trui. Dan, als je het vanmiddag terugkijkt, dan hoor je het sowieso nog een tweede keer. Het is vandaag rustig. Meestal zijn er toch aardig wat mensen die meekijken. Maar de basis heb ik gevouwen. Daarbovenop komt deze mat. Ik heb van, we werken met de set Simply Zinnia. Of de Flowering Zinnia, zo heet de hele collectie. En ik heb van het weekend mijn eerste dahlia's binnengekregen. Althans, mijn eerste dahlia's die ik laatst gekocht heb, kan ik beter zeggen. Ik doe dit, als ik hem vastgezet heb, altijd eventjes, zeg maar tegen de, weet ik weer, zijkant drukken, tegen de achterkant, dat hij gewoon echt goed zit. En dan wrijf ik hem nog even aan. Nou, zie ik dat ik hier een karteltje heb. Even kijken, dus ik knip hem even. Dat heb ik omdat ik hem andersom gebruikt heb dan gesneden hebt, dan krijg je dat nog wel eens. En ik heb de ene keer heb ik wel mesjes, zeg maar, met mesjes. De ene keer heb ik wel rippeltjes aan mijn karteltjes aan mijn papier en de andere keer niet. Dus ik weet nog steeds niet. Het ziet er nog steeds naar uit dat het toch aan mij ligt, heb ik het idee. Ik heb al een paar keer nieuwe mesjes geprobeerd, maar ik snij natuurlijk ook altijd alle kanten op. En deze plak je in het midden op. Het voordeel van als je topbo vloeibare lijn gebruikt, is dat je nog even altijd wat kan schetsen, zeker. Dat je altijd wat kan schuiven, zeg maar. Ik heb een lekkere dag, hoor jullie het. Ik plak hem er nog niet bovenop, want ik heb het lint nodig. Dit is lint wat samen met roze lint komt. En het hoort bij de Zanizou collectie.
Je hebt er zeg maar 33 centimeter van in je pakket zitten. Bij mij zit hij nog aan het lint, zeg maar. En aan de rol, bedoel ik. En ik ga hier een strik van maken. Ik ben met lint op de een of andere manier altijd een soortement. Goedemorgen, Nicole. Ja hoor, ik ben weer eens verkouden. En het gaat al de betere de hand op. Alleen ik zit nu mijn neus die slaat even vol, zeg maar. Nee, ik heb een, ik zei het net al, ik heb een lekker virusje meegenomen van On Stage. En ik ben niet de enigste, want er zijn er meer. Maar ja, goed verkouden. Verleden week ook wat koorts erbij. En het is echt gewoon ja, een rot virusje weer. Ik ben ook een beetje mijn smaak kwijt. Dus ik zei al van, nou, zal het dan toch COVID zijn? Maar ik denk, ja, om dat nou te testen, het lost niks op. Ik ben, om naar oudere mensen te gaan of mensen die snel vatbaar zijn, ben ik toch al voorzichtig. Ik neem heel even een slokje water nog. Dus ik denk, ja, dan hoef ik het ook niet per se te weten. Hè, ik ben COVID eigenlijk gewoon een beetje aan het zien als een griep. Hè, we moeten er tenslotte mee zien te leven. En ja, dat is hetgene wat ik doe. Maar ik had het helaas weer cadeau gekregen. Deze lijmje hierbovenop. Controleer altijd even of dat je kaart op de goede kant open gaat. En je lijmt hem vast. Nou zoek ik hem even op zijn kop. En dan zit die bovenkant wat goed gedrukt. Het lijkt wel dat ik dat strikje op zijn kop heb zitten. Eens even kijken of dat hij nog anders wil. Ik heb het natuurlijk alweer aan zitten knippen. Dus ja, dan is die wat vaster. Ik vind de strikjes is altijd geluk hebben. De ene keer lukt die perfect. De andere keer niet. En moet ik hem dus nog een keer overdoen. En zoals je ziet ben ik weer te zuinig geweest. Dus het is nu eventjes lastig om de strik te vernieuwen. Maar ik hoop dat hij er beter uitziet. Nou is die weer wat los. Strikjes is altijd oefenen, zeggen ze. Maar strikjes met of op een kaart maken is toch altijd net wat anders als je veters strikken. Nou, zeg, hij wil gewoon niet. Weet je, ik los dat op. Meestal los ik dat op, kan ik beter zeggen. Even mijn dop op de lijm, want er zit altijd zo'n dun tuutje aan natuurlijk. En die droogt nogal snel uit als je hem lang open laat staan. Ik pak er een gluedot bij. Dat is eigenlijk gewoon een samengepest rolletje vol met kleine dotjes. Kleine puntjes. En even kijken op welke hoogte dat die komt. En dan bevestig ik hem hier. Oh. En het voordeel is dat dan die basis blijft zitten. Kijk, dan druk je deze vast. Dus dat scheelt al, hè? Want vooral die was net heel de tijd aan het lopen. En zo krijg je hem gewoon mooi strak. Het is net. Ik moet heel even een beetje. Nou, zeg, het wil vandaag echt niet. Ik heb korte nagels, daar moet ik ook weer aan wennen. Het tuinseizoen is tenslotte weer begonnen. Nou, hij komt in model. Het is eventjes geduld hebben. Maar daar is hij. Nou. Het is hier toch nog kouder als binnen. Dat merk ik wel. Dus mijn vingers worden ook wat kouder. Maar zo ziet hij er in ieder geval meer uit naar mijn zin. Ja, ik ben klaar. Dan kan je zien dat het bij mij ook niet altijd over een leien dakje gaat.
Dan ga ik de bloemen uitknippen. Er zijn twee vellen in het designpapier. Eén met grote bloemen en één met kleinere bloemen. Nou, zoals je ziet heb ik die er al uitgeknipt. Maar ik ga gewoon eens kijken welke bloemen ik nog meer over heb. Deze zitten al aan elkaar. Dus even kijken. Ik kan deze... kan ik nog gebruiken. En het wordt zo'n paarse, denk ik, dit keer. Maar dat is ook wel leuk. Dan pak ik die erbij. Doet er zijn genoeg bloemen om uit te knippen. Ik heb verleden week heel die catalogus doorgespit. He, want vanaf 9 april gaan de artikelen uit de jaarcatalogus en uit de mini-catalogus januari-april, die gaan dus in de uitverkoop. En ik verleden week heel die rotlijst, want het is echt een lijst met zulke kleine lettertjes, helemaal uitgespit. Wilde ik een filmpje op gaan nemen. Ik had nog tegen Els gezegd van Els, ik maak zo'n filmpje. Maar toen had ik dus geen stem. Althans, ik had wel een stem. Maar bij iedere drie woorden die ik sprak, had ik dus ontzettend, kreeg ik een hoesbui. En tegen de tijd dat het bij mij wat beter ging, waren er al zoveel filmpjes online dat ik dacht van ja, daar ga ik dus helemaal geen tijd in steken. Die kan ik beter aan andere dingen dan uitgeven. Dus mocht je een filmpje willen zien van de spullen die uit de catalogus in de aanbieding komen op 9 april, dan kan je onder andere bij Prulleke, die heeft op de YouTube kanaal eens staan, of bij, dat is Leonie zeg maar, of je kan hem bij de Creative Teacup bekijken, die heeft er ook een op, denk ik, staan. Het zijn allebei Nederlandse demo's. Dus daar kan je dan zien wat er uit de catalogus gaat. En waar we nu mee werken is een online-only product. Die is alleen dus online te verkrijgen. En die is nog redelijk nieuw. Dus die gaat er voorlopig nog niet uit. En wij kunnen... Hè, de nieuwe jaarcatalogus gaat vanaf 1 mei in. En als je demo bent... dan kan je al vanaf begin april bestellen. En ik mocht al, omdat ik daar al steeds geweest ben, mocht ik al een pre-order plaatsen. En dat zijn allemaal kleine voordeeltjes die je hebt als je het startpakket aanschaft. Dus ja, heb jij binnenkort een keer een bestelling waarvan je denkt van nou, ik kom wel rond die 129 euro. Stap dan alsjeblieft in. Je zit nergens aan vast. Je krijgt sowieso 20% korting op al je volgende bestellingen. En lukt het je niet, dan is er niks aan de hand. Dan, na 3 maanden ga je gewoon uit het systeem. Maar dan heb je wel de voordeel van het pakket gehad. Dus denk daar eens over na. Hier is het even wat lastiger, omdat er wat twee bloemen over elkaar heen gaan, maar... Dit blaadje heb ik niet nodig. En misschien die andere ook niet hoor. Maar ik denk ik knip hem even grof uit. Zo. Het ziet er gelijk anders uit. Hè? Met zo'n paarse kleur. Maar het is ook wel een mooie combinatie. Althans, ik vind paars met rood altijd een mooie combinatie. Ik ga even nog een slokje nemen. En dan nou gaan we de label, althans een label. Ja, het is eigenlijk wel een soort label. Even kijken of dat ik een stukje al kan vinden. Ik moet ongeveer even meten hoe breed of dat die is. Die is 1,4 centimeter. Dus ik pak even een stukje wit erbij. Even kijken.
En mijn pepertrimmer weer. En ik snij even een stukje van 1,4 centimeter. Ik probeer die labels altijd zo te maken dat ik er eigenlijk niks van af hoef te snijden. Want dat gaat meestal mis. Dus dan kan ik beter de juiste hoogte meten, zeg maar. Dat werkt dan iets fijner. De stempelset, daar staat hij in. Sending flowers and thinking of you. Eens even kijken. Ik heb een lang blokje nodig. Kijken of dat die op die gaat. Er gaan wel wat dingen veranderen in de nieuwe jaarcatalogus. Het is beter afgestemd, vind ik, op diverse soorten stempelaars. De beginners, de gevorderden. Er komen echt hele leuke dingen aan. Helaas gaan er ook een paar stempelblokjes uit. En dat vind ik op zich wel jammer. Volgens mij het kleintje, de A gaat eruit. Het kleine vierkantje. De G gaat eruit. Die lange rechthoek. En nog één, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. In ieder geval, er gaan een paar stempelblokjes uit. En helaas gaat ook van een aantal producten gaat dus de prijs omhoog. Hè? Het is met alles in de wereld op dit moment. Alle kosten die worden duurder. En ja, dat geldt dus ook weer voor het papier en de blends. En vanaf mei gaan dus die prijzen omhoog. Dus ja, ik zou zeggen, sla in april nog even je slag. En Tombow wordt duurder, geloof ik uit mijn hoofd. En schaf die producten aan, dan heb je gewoon nog aardig wat korting erop. Er komt nog een lijstje. Er komt nog een lijstje op mijn blog met wat precies duurder gaat worden. Maar dat is zeg maar vanaf 1 mei gaan dus prijzen van diverse dingen omhoog. En het fijne is dat Stampin' Up dat ook alvast laat weten. He, dus dat je niet straks ineens weer verrast wordt. Zoals je ook wel eens in de supermarkt komt. En dan ineens merkt van, goh, dat is weer duurder geworden. En dat is weer duurder geworden. Nee, Stampin' Up geeft dat gewoon door. Ik gebruik, zoals je ziet, de strepen in de zijkant op hetzelfde stukje, hetzelfde patroon te snijden als hier. Ik leg hem hier tegen zo'n streep aan. Ik druk deze goed vast. En dan is hij dus aan beide kanten gelijk. Zo, dan kan ik dit zo in één keer opplakken. Ik pak er de dimensionals bij. He, dat zijn de 3D-blokjes van Stampin' Up. En ik begin met deze bloem te voorzien van een aantal 3D-blokjes van de dimensionals. Even kijken. Die plak ik alvast op. Dan ga ik hier even kijken. Ik denk dat ik die blaadjes eraan laat zitten. Dan kijk ik even een beetje waar ik het beste dus ook weer die blokjes kan plakken. Hier hoeft hij niet te dicht bij de top. Want hij overlapt hier een beetje. En ik zet er hier in het hoekje ook nog één. En hebben jullie de nieuwe inkollenkleuren al gezien? He, die vanaf mei ook ingaan. Het zijn weer mooi op elkaar afgestemde kleuren, vind ik. Ik heb op dit moment zelf de favoriet van het groen. Maar ja, dat kan nog veranderen, want vaak als je er dan nog mee gaat werken, dan kom je erachter dat je hem toch
minder leuk vindt. Kijk, nou heb ik hier onder die blue heb ik natuurlijk ook die dimensionals zitten. Dus daar hoeft er geen één. Dus ik ga er hier één doen en op het uiteinde. En voor de rest bevestig ik een beetje lijm. Zodat hij wel goed vastplakt. Zitten denken, zal ik deze? Nee, dat is, haalt hij toch de tekst weg. En dan plak ik deze op. En ik. Oh, hij zit. Ik zal deze er even afhalen. Hij blijft plakken, ik denk al. Nou heb je, als je het pakket. Goedemorgen, Marie. Ook gezellig dat jij er bent. Je kijkt terug. Oh, nou, heel veel sterkte met die persoon uit het ziekenhuis. Hè. Je komt tenslotte niet voor de lol daar, vind ik. Maar je hebt, als je het pakket hebt, heb je van alle kleuren één rijtje glittersteentjes gehad. Ik gebruik hierbij deze. Ik weet niet of die licht oranje of toch petal pink. En ik plak een aantal van die steentjes hier bovenop. Ik was gisteren met mijn moeder in het ziekenhuis. En vanmiddag ga ik met mijn dochter naar het ziekenhuis. Dus ben er ook wel weer aardig wat te vinden deze tijd. Maar mijn moeder heeft een wondje aan de voet. En dat gaat gelukkig de goede kant op. Even leek het verkeerd uit te pakken. Maar nu is het bijna dicht. Dus ik hoop over 2 weken moeten we weer. Hoop ik dat het dicht is. Nou, dit is de eerste kaart voor vandaag. Een wat makkelijker model. Een hele mooie standaardkaart om ermee verder uit aan de slag te gaan. En dit is dus de eerste. En nu gaan we naar de tweede kaart voor vandaag. En dat is deze kaart. Met bovenop die zinnia. Die zit, dit alles wat hier staat zit uitgewerkt, uitgestanst in je kit. Als je die aangeschaft hebt. En dit is de. Dit is de Funfold die we gaan maken. De basis is Melon Mambo. Echt lekkere, felle donker. Althans, ja, het is niet. Het is fel. Nee, het is niet fel, maar ik vind het wel een mooie kleur. En de basis hiervan is ook gewoon een kaart van 21 bij 1485. Dus ik ga weer een basiskaart snijden. De lange kant tegen de bovenkant. Dat is 1485, dus je gaat naar de 4,8. Tussen die 8 en die 9 leg je het papier neer. En dan heb je het begin van je basis. Nou leggen we de lange kant aan de bovenkant. En dan gaan we rillen. Dus doe alvast je snijmesje weg. En we rillen op 5,25. Dat is, je gaat naar de 5 centimeter. Dan ga je 2 stapjes opzij. En dan zie je hier, ik zal hem even wat dichter in beeld brengen. Kijk, de 4,2 en dan zie je hier alvast een klein streepje tussen staan. Dat is die 4,25. Dus zo is het op zich makkelijk af te zien. Dus dat is die 4,25. En daar geef je de eerste rillijn aan. Dan schuif je hem door. En dan ril je hem ook op de gewone standaardmaat, maat op de 10,5. Neem nog heel even een slokje water. En dan is de basis voor de kaart klaar. Nu pakken we van dat, zeg maar dat halve A4'tje, dat is dan een A5, pakken we deze, dit is de Gorgeous Grape. Een kleur die ik eigenlijk zelden gebruik, om eerlijk te zijn. En daar snij je de mat van. Van 10 bij 1435. Dus 10
bij 1435. Ik heb hier de metric lineaal tussen. En die kan het mooi gelijk snijden, maar je kan hem ook op de 1435. Dus dat is 14,3. Tussen die 3 en die 4 ga je zitten. En je snijdt hem eraf. Dat is dit, de volgende. Nu hebben we een stukje nodig met het kleine bloemetje. Ook even kijken waar die ook alweer op zit. Dat is altijd een verrassing. Ik zit in die hele stapel te zoeken naar die kleine bloemetjes. Ja, ik heb hem. Het roze. Met het roze soort stippeltje is dus het bloemetjespapier. Daar snijden we een strook van 1 centimeter bij 14,35. Dus, nee, ik zeg het fout. Van deze snijden we een stukje van, ik zal hem eerst eens even afsnijden dat hij goed loopt. Zo, we snijden een stuk van 4 centimeter. Dus dan moet ik hem toch even omdraaien. Van 4 centimeter bij 14,35. Dus ik snij een streepje van 4. En dan gaan we naar die 35 centimeter toe ook. Die snijden we bij. Ik zal het straks allemaal even herhalen. Dan kan je het of opschrijven of gewoon eventjes weer meedoen. En van deze hebben we dus een strookje nodig van 1 centimeter. Het groene streepje. En ook daar snijden we weer een stukje van 14,35. En dan zal ik alle maten nog even herhalen. De basiskaart is dus 21 bij 14,85. Die rillen we op 5,25 en op 10,5. Dan komt er een mat bovenop van Gorgeous Grape. Die is 10 bij 14,35. Dan komt er een bloemetjes designpapier. Die is 4 bij 14,35. En dan komt er het kleine strookje bij. Die is 1 bij 14,35. Oh, en dan moet ik natuurlijk die nog snijden. Dat is Old Olive. Dus dat is de tussenkleur groen die hier in het pakket erbij zit. En daar snijden we een mat van 6,5 bij 10,2. Dus dat wordt 6,5 bij 10,2. En nou heb ik alles gesneden. De basiskaart. Ik vouw de eerste. Vouw ik gewoon dubbel zoals we standaard altijd doen. He, gewoon naar de binnenkant vouwen. Altijd zorgen dat de onderste goed tegen elkaar zijn. Vinger erop en dan ga je met het vouwbeen ga je hem verschuiven. En dan pak je die. En die vouw je naar de buitenkant. Ook hier zorg je dat die deze kant goed op elkaar zit. En dan ga je met je vouwbeen ga je er overheen. En dan is de basis klaar. En het is eigenlijk een soort van Z-fun-fold kaart. Dan pak ik de paarse mat en de twee strookjes die erop gaan. Je hebt ze al op maat gesneden, maar het is altijd handig om deze niet eerst daarop te plakken. Dat mocht hij net iets langer zijn, dan kan je altijd nog handig een klein stukje afknippen. Nou, die plak je ongeveer een centimeter van de zijkant af. En daar gebruik ik dus ook die grid hè, op het bord voor. Dan kan je hem gewoon mooi recht plakken. En dan pakken we het kleine
bloemenveldje, echt vol met kleine zinnia's. En die plakken we er tegenaan. Ik voel hier een opstaand randje, dus die moet ik nog even wegdrukken. Nou gaan we deze bovenop de kaart plakken. En dan natuurlijk vooral opletten dat hier hij evenredig van de kant af is. En opletten waar je dus moet lijmen. Dus wat ik vaak doe, is ik leg hem zo neer. En dan is dit het stukje tot waar ik ongeveer lijm kan smeren. Dus daar ga ik gewoon iets van iets binnen zitten. En dan plak je hem zo recht mogelijk op. En dan altijd even checken of dat het goed is. Ja. En dan kan je hem zo kan je hem vouwen. En dan is de basis van deze funfold is klaar. Dan hebben we al die kleine onderdeeltjes nodig. We gaan eerst even de bloem in elkaar zetten. Ik moet altijd even kijken hoe deze ook alweer moet. Want het is even een gepuzzel. Je kan hem natuurlijk opplakken zoals je wil. Er zit niet echt iets aan vast. Maar het is wel leuk als ze een beetje... Dus ik doe hier een beetje lijm op. Kijk, en je kan door middel van te draaien en te schuiven, kan je zelf natuurlijk bepalen hoe de bloemblaadjes zitten. Zo is die beter. Dan plak je het kleine gele stukje erbovenop. En dit zijn dus allemaal onderdelen die in de standenset zit, die bij de Simplicidia's hoort. En als je de kit dan bij mij aanschaft, dan heb ik zeg maar die bloemetjes al, alle spullen al uitgestanst. En dan kan je zo gelijk met me meedoen. En ook hier is het gewoon een beetje draaien, hoe je hem wil hebben. En dan is de bloem is klaar. Hebben we een steeltje waar precies mooi een kopje zit, waar je dus lijm op kan doen. En dan plak je hem ongeveer in het midden op. En dan is die bloem klaar. Dan hebben we ook nog het blaadje, die bestaat uit twee delen. Zeg maar een donker blad en een lichtere bladnerf. De donkere kleur is mossy meadow die gebruikt is. En het nerfje wat ik nu in zit te smeren, dat is old olive. En die plak je die plakt eerder meer aan mijn vingers dan aan dit geheel. En die plak je hierbovenop. Deze zit uitgestanst in je pakket. Maar die komt uit de... Ik wou Excellent Egg zeggen, maar ik denk dat klopt niet. Want dat is van de paaseieren. Hij komt uit de Everyday Details bundel. Uit die stansenset die erbij zit. Kijk, en al die stippeltjes wil ik er nog even uit hebben. Dan zie je het effect het best, zeg maar. En deze ga ik dus aan de achterkant voorzien van dimensionals. Ik begin altijd met de buitenste hoeken. En dan vul ik de rest eigenlijk op. Zo. Het is vandaag tenminste weer een lekkere... Althans, het is bewolkt, maar af en toe springt hier het zonnetje eruit.
Maar gisteren was het echt zo'n heerlijke dag. Maar ja, mijn agenda zat vol. Dus ik heb er niet echt heel veel van genoten. Maar op zich ben ik wel buiten geweest natuurlijk. Nu kan je een beetje zien hoe de steel, hoe de bloem en de steel gaat lopen. Dus de bloem plak ik hierop. En het stukje steel laat ik er gewoon aan zitten. Want dat komt gewoon mooi op de kaart. En ik lijm vooral eigenlijk alleen de onderkant van het blad in. Want hij hoeft niet overal exact strak op te zitten. En dan plak ik het geheel bovenop de basiskaart. En dan lijm je hem er bovenop. En ook hier gebruikte ik die leuke glittersteentjes. Dit keer in het groen. En ik hou wel van glittersteentjes. Ik vergeet ze alleen heel vaak. Dus ik had me van vandaag echt tegen mezelf gezegd. Hey, nu gelijk die glitters erop plakken. Want vaak plak je ze in oneven aantallen. He, dus dat is dan 3 of 5 of 7. Oh, hier zit er. Ik wou zeggen, ik denk er zit wat aan mijn vinger. Maar... En nog een kleintje. En klaar is kaart nummer 2. Niet helemaal, het moet de binnenkant natuurlijk nog. He, de buitenkant was klaar. De binnenmat. Eens even kijken of dat die nog uit dit restje gaat. Is van Basic White. Hij is 9 bij 13,35. Dus ik ga voor de breedte op 9 zitten. En ik hoop dat hij nog lang genoeg is. Ja. Even kijken hoor. 13,35. Dat is al 13,3. Tussen de 3 en de 4. Nou, hij lijkt of dat hij al op maat gesneden is. Echt een heel klein strookje hoeft er maar af. En dan heb ik van de twee andere papieren heb ik ook nog een strookje nodig. Het ene strookje is 2 centimeter. Bij 13,35. Nu draai ik deze eventjes om. 13,35. En van het groene streepje nog. Die is een halve centimeter. Dus 0,5. Dan is het handig om hier de rechterkant te gebruiken. Want dan heb je natuurlijk een lange strook tegen de zijkant, waardoor die niet snel verschuift. En die is een halve centimeter. Bij 13,35, maar ik laat hem er even aan zitten. Want dan plak ik hem eerst even op. Dan kan ik hem daarna alsnog afknippen. Dit is altijd een gepriegel. Die dunne strookjes. Deze plak je ongeveer een halve centimeter. En dat is 1 blokje. Oh. Ik heb wat wijde mouwen. En dan blijft er weer het een en ander in plakken. Even goed leggen. Kijk, en zo zorg je ervoor dat die recht ligt. Ik zag hier weer een aardig kartelrandje achter, dus dat knip ik even weg. En deze zit hier. Nou knip ik dat stukje wat ik hier gelijmd heb, knip ik nooit af met mijn pepersnips, met mijn goede schaartje. Want dan gaat de lijm aan zitten. En dat is niet echt handig. Dus ik heb altijd zo'n schaartje van de IKEA. Zo'n goedkope verzameling scharen, zeg maar. En dan knip ik hem ermee af.
En als laatste plak ik hem. En dan kan je natuurlijk die kaart nog verder versieren zoals je wil, hè. Heb je de stempelset, kan je natuurlijk hier nog een stempel op zetten. Je kan anders ook nog een extra bloem eruit knippen als je leuk vindt. Ik heb deze kant niet bekleed, maar dat kan je natuurlijk ook nog doen. En er zijn vele variaties mogelijk. Maar ik denk ook altijd, ik wil ze versturen per post, dus ik wil ze ook niet te dik maken. Want ja, dan kost het ook extra postzegels. Kijk, deze die wipt nog een beetje. Dus wat ik doe is, ik geef nog even zachtjes die tussenlijn even een rilletje. En dan zijn de kaarten uit de koffie- en kaartkit die ik als voorbeeld maak, zijn klaar. Deze leuke Funfold kaart. En even kijken hoe ik het allemaal neerleg, want niet alles wat op de onderaan mijn blad zit, komt in beeld. En dit is dus de andere kaart die ik maakte. En van deze derde kaart krijgen degene die de kit besteld hebben, krijgen hier de werkbeschrijving van in de bus. Nou, volgende week ben ik er weer, rond de klok van 10, met een koffie en kaart. Ik heb nog geen idee wat ik ga doen, maar ik heb genoeg nieuwe spullen. En ook nog genoeg spullen die ik nog graag wil gebruiken voordat ze eruit gaan. Dus wat er komt is een verrassing, maar ik hoop dat jullie er dan weer bij zijn. Bedankt voor het kijken voor vandaag en tot volgende week. Groetjes!